Wim, bekend van onder andere Goede Tijden, Slechte Tijden, Oppassen en Flikken Maastricht, moest 4 jaar geleden noodgedwongen zijn carrière beëindigen toen er een zeldzame beenmergziekte bij hem werd geconstateerd. Door intensieve behandelingen wisten artsen zijn leven met enkele jaren te rekken, maar de laatste maanden werd de situatie uitzichtloos. Wim koos voor euthanasie. Wim gaf zijn laatste interview 14 uur voor zijn zelfgekozen moment van overlijden. Aan Privé vertelt hij hoe de bloedtransfusies zijn leven aanzienlijk verlengden. Maar het laatste jaar hadden ze niet meer die positieve uitwerking waarop we hoopten. Aanvankelijk kreeg ik om de 2 weken nieuw bloed, maar het effect ervan werd steeds korter. Betty Bart herdenkt overleden moeder, precies 1 jaar geleden. Omdat Wim zo vaak werd geprikt, werd het moeilijker om bloed toe te dienen. Daar kwam ook bij dat de medicamenten die ik erbij kreeg voor steeds meer bijwerkingen zorgden. Daardoor had ik weer meer medicijnen nodig. Het was uitzichtloos geworden. Het is genoeg. In een hospice in Amsterdam kon Wim afscheid nemen van zijn naaste familie en vrienden. Daar werd hij met liefde omringd. Mede daardoor kan ik mijn leven heel mooi en waardig afsluiten. Ik kan niet in woorden uitdrukken wat de verzorging en verpleging hier voor mij hebben betekend. Ik ga nu met een gerust hart. Ik ben niet bang en ik ben ook niet verdrietig.